Vertel even wie jullie zijn. Ik ben Wilco en ik wil dolgraag met Jan samenwonen. Jij wil dolgraag met Jan samenwonen? Vertel. Ik zal het beantwoorden, want ik ben Jan en ik wil met Wilco samenwonen. En dat gaan we doen ook. Ja, en waarom? Wat zit erachter? Nou, we willen niet alleen met elkaar samenwonen. We willen nog met veel meer mensen samenwonen. Ik zal een beetje vertellen dat als ik door Veldhuizen loop, dan gebeurt er altijd wel wat. En bijvoorbeeld, ik leer van mijn kinderen om contact te leggen met Syrische mensen die net gevlucht zijn uit hun land. Of ik krijg spontaan op een bruggetje een Koran in de handen gedrukt en een tijdje later zit ik bij een Ramadan maaltijd. En dan vind ik mezelf weer terug bij een Somalisch verjaardagsfeestje in het buurthuis. En al die dingen die triggeren iets in mij van dat er veel meer mogelijk is, zeg maar. Als we kijken naar culturen. En, ja, wat triggert dat dan in jou? Wat is er nog veel meer mogelijk? Wat zie je dan? Dan zie ik dat we dat dit niet incident hoeft te zijn, maar dat we zo kunnen leven. Dat we kunnen samenleven. Ja, maar jullie zeiden van we willen met elkaar samenwonen. Hoe moet ik dat dan verder zien? Nou, wij lopen met een concreet plan rond om in het huidige gebied Lindenhorst, om daar dus een woongemeenschap te starten. Genaamd Vredehorst. En daar willen we dit doen. Wij willen intensief samenleven, zodat je meer van elkaar kan leren. Ik heb al zoveel van Wilco geleerd sinds ik die gast 4 jaar ongeveer ken. Omgekeerd misschien ook wel, weet ik niet. Maar wij willen juist door de verschillende mensen, de verschillen van mensen gebruiken om echt van elkaar te leren. Ja, en wat levert dat dan op, volgens jullie? Dat levert op dat wij, dat wij intensief samenleven. In mijn dagelijks leven werk ik veel als coach en ik kom ontzettend veel problemen tegen die ontstaan doordat mensen alle problemen achter de voordeur moeten oplossen en eigenlijk geen contacten met anderen. En wij willen zo intensief samenleven in die woongemeenschap. Je hebt echt wel je eigen huis. Je hebt echt wel je eigen huis, je hebt echt wel je eigen slaapkamer. Maar je gaat wel een heleboel dingen samen doen. Je runt met elkaar een ontmoetingscentrum, je runt met elkaar projecten voor de wijk. Dat je ook eerder door hebt of het goed gaat of minder goed gaat bij anderen. Ja, en dan is iedereen welkom. Iedereen is welkom. Ja. Sterker nog, als je me gaat vragen wat willen jullie, zeg ik nog 35 andere huishoudens. En daar is ook ruimte voor. Ja, we willen een grote. We willen een gemeenschap van 40 huishoudens. Ja, en hoeveel heb je er nu? We zitten met 5. Met 5. Dus nog kansen. Ja, en het is al gerealiseerd. Nee. Je bent er nog mee bezig. We zijn er nog mee bezig. Ja, ja. Dus nodigen mensen uit, doe gerust mee. Ja, en waarom zouden ze mee moeten doen? Waarom zouden ze mee moeten doen? Waarom zouden ze daar moeten komen wonen? Ik denk omdat je daar gaat leren, om echt te ontvangen in eerste instantie, denk misschien aan heel veel geven in dit geval. Maar ik denk dat je juist leert om te ontvangen van dat bijvoorbeeld kinderen, dat we van hun meer kunnen leren dan andersom. En dat geldt ook voor die culturen waar ik over vertel. En dat geldt ook voor, nou ja, behalve dat alles een stuk makkelijker zou kunnen worden door te delen, denk ik dat in ons hart echt iets gaat gebeuren dan. Ja, het verrijkt je leven. Ja. Ja. Buiten dat je 40 mensen daarin wilt hebben, in dat huis, wat zou je nog meer willen? Wat wil je van deze zaal? Ja, wat ik van deze zaal wil. Kijk, we zijn bezig met participatiesamenleving. Eigenlijk misschien willen we mensen wel inspireren. We kunnen wachten tot de overheid doet. We kunnen wachten tot ondernemers wat doen. We kunnen ook creatieve oplossingen bedenken. Er zijn een heleboel oplossingen. Ik heb vanavond mooie dingen gehoord. Maar je kunt het ook grootschalig aanpakken. Je kunt ook inderdaad een project gaan bedenken waar je echt met elkaar gaat samenleven. Participatiesamenleving 3.0, zo zou je het kunnen noemen. Ja, en als je dat bereikt, dan zijn jullie tevreden. Dan zijn we misschien weer toe een nieuw project. Dan zijn jullie toe een nieuw project. Dank jullie wel. Het Vredehorst. Dank jullie wel.